Hi, Steenbok. Leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 49. En dat is van maandag 2 december tot en met zondag 8 december. Dan staan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Steenbok, alsof deze week voor jou eigenlijk wat verschillende dingen gaat brengen. Je voelt je heel erg blij dat er een bepaalde overwinning is behaald. Dus je hebt een stuk voor het gevoel dat je echt iets neer hebt gezet. En aan de andere kant lijken er ook dingen niet helemaal goed te gaan. Maar goed, hè, dat is ook wel het leven, dat het eigenlijk de dingen elkaar een beetje opvolgen. Toch heb ik het gevoel dat ook die mislukking, zoals jij het eigenlijk voelt, hè, ik zeg niet dat het zo is. Dus je hebt een overwinning, maar ook een stukje wat niet goed gaat. Je laat eigenlijk zien hoe je daarmee omgaat. En ik heb het gevoel dat dat niet onopgemerkt blijft. En dat mensen dat kunnen waarderen, hoe je daarmee omgegaan bent. En dat we eigenlijk toch wel een stuk zien van, nou, die gaat er lekker mee om. Ik wil dat eigenlijk ook wel leren. Of hè, dat is, die is geschikt voor een bepaalde situatie. Of misschien zelfs wel je partner die dan zegt van, nou, eigenlijk, hè, ben ik wel heel erg blij dat jij er zo bent om mij te steunen. En dat stuk, eigenlijk geef je dus gewoon een hele enorme boost deze week. Dat je op de goede weg bent en dat je jezelf laat zien zoals je jezelf zou willen laten zien. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.